Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Mirjam en op dit kanaal vertel ik je van alles en nog wat over mijn schrijversleven. In de video van vandaag ga ik het met je hebben over een project waar ik het echt al een tijdje niet meer over heb gehad. En dat komt ook gewoon omdat ik er een hele poos niet meer aan heb gewerkt. Namelijk het verhaal van Rachel. Als je me al wat langer volgt, weet je dat ik in juli 2022 heb ik tijdens Camp NaNoWriMo heb ik het grootste gedeelte van dat verhaal geschreven. En dat verhaal gaat over Rachel. En als je mijn boeken kent, dan herken je de naam Rachel vast wel. Want zij is een vriendin van Lynn en Nikki. En over Nikki gaat het in Lijmen en over Lynn gaat het in Time Out en Chaos. En nu ben ik dus een verhaal over Rachel aan het schrijven. Het heeft nog geen titel. Ik heb misschien wel een idee. Maar dat moet ik nog even overleggen met de redacteur en alles. En het is niet zo dat ik echt vergeten was dat het verhaal bestond. Maar ik had er gewoon geen tijd voor. Ik had andere prioriteiten. Namelijk Friends Forever afronden en werken aan de samenserie. Zowel deel 4 als deel 5. Maar toen kreeg ik een mailtje van mijn redacteur. Als reactie op de herschreven versie van samen deel 4. Ik heb hier staan voor mogelijk project Rachel. Dat we dat misschien in het najaar van 2023 kunnen uitgeven. Klopt dat? Toen heb ik gezegd van, ik heb op dit moment 2 manuscripten die af zijn. Zowel samen deel 5 als Rachel. Zeg maar welke je het liefst als eerste wil. En toen zei vrouwtje van, ja weet je, de lezers zijn er inmiddels een beetje aan gewend dat in het voorjaar een nieuw deel in de samenserie uitkomt. Dus dan gaan we voor Rachel in het najaar. Daarbij stond dat als ik dat boek, als we ervoor willen zorgen dat die in het najaar van 2023 uitgegeven wordt, dan moet die uiterlijk half april bij vrouwtje zijn. En toen dacht ik, maar behalve de eerste versie heb ik nog helemaal niks. Hoe gaan we dit oplossen? Toen ben ik een planning gaan maken. Ging wel meteen mijn hele theorie van maximaal 2 projecten per maand ervandoor, want het is nu, op het moment dat ik dit opneem, is het februari. En ik werk aan het afronden van Friends Forever. Ik werk aan de stad. En ik werk aan Rachel. En ik brainstorm ook nog over een nieuw project. Maar ik vind de afwisseling op dit moment echt fantastisch. Want ik schrijf ongeveer op schrijfdagen dat ik echt aan projecten werk. Schrijf ik zo'n 2 tot 4 hoofdstukken aan Friends Forever. En dan heb ik nog tijd over voor de rest. Dus nu... Het verhaal van Rachel. Ik dacht echt van, ik weet niet of het me gaat lukken. Maar ik had een heel strakke planning gemaakt. Proeflezers benaderd van, hebben jullie tijd om in maart een heel verhaal te gaan lezen? Want ja, het moet gewoon op tijd binnen zijn. Toen dacht ik, ja, als ik wil dat mijn proeflezers het in maart gaan lezen, moet ik het in februari helemaal herschrijven. Ik las vorige week, voor mij vorige week, de eerste versie door. En toen dacht ik, wauw, dit is eigenlijk best een goed verhaal. En dat had ik niet verwacht. Ik had verwacht dat er op macroniveau, dus echt op verhaalniveau, nog veel moest veranderen. Maar ik vind zelf dat het eigenlijk gewoon heel goed in elkaar zit. De juiste dingen gebeuren op het juiste moment. Dus ik ga maar gewoon meteen over op microniveau. En wie mij al wat langer kent, weet hoe ik dat aanpak. Ik ga het manuscript doorlezen en het echt aanpassen op zinsniveau. Ik ga kijken welke woorden gebruik ik veel. En er zijn er altijd een standaard woorden die ik veel gebruik, zoals zuchten. En ik ben erachter gekomen dat ik tegenwoordig heel vaak, ook in Friends Forever, en ik probeer als ik schrijf, probeer ik het al aan te passen, maar ik gebruik heel vaak, nou ja. Dan wil ik mijn personages laten merken dat ze een beetje aarzelen of dat ze niet 100% zeker zijn over wat ze zeggen. En dan zeggen ze nou ja. Ik zeg dat zelf dus ook heel vaak. En nou ja, nee, dat was echt super flauw. Maar daar wil ik dus ook wat aan gaan doen. Wat ik ga doen, ik ga het eerst helemaal doorlezen. Of niet helemaal doorlezen, ik ga het per 3 hoofdstukken doorlezen en dan aanpassen. En als ik het manuscript helemaal op die manier heb aangepast, dan ga ik hem nog door een online programma gooien. En dat heb ik bij Corine Oranje gezien. Ik heb toen de website gevraagd van, waar doe je dit? En
heb ik besloten om dat ook te gaan doen. Want er zijn bijvoorbeeld wat woorden die je soms veel gebruikt. Zoals bijvoorbeeld het woordje echt. En je hebt altijd wel een paar van die woorden. En dan ben je zelfs als je dit doorleest, ben je daar blind voor. Dus dat ga ik ook nog doen. Dan gaat het verhaal naar mijn proeflezers. Ik hoop dat echt eind februari, begin maart te kunnen doen. Ik heb voor dit verhaal zelfs nog een extra proeflezer gevraagd. Want Rachel die gaat naar de PABO. En ik heb dan wel de lerarenopleiding Engels gedaan. PABO is toch een klein beetje anders. Dus daar wilde ik graag nog wat advies over. Of dat, nou ja, of dat verhaal of het een beetje klopt. En nou ja, hopelijk krijg ik dan eind maart de feedback van mijn proeflezers. En dan kan ik die verwerken en dan kan het verhaal inderdaad nog voor half april of uiterlijk half april naar Vrouwkje toe. En dan kunnen jullie het in het najaar, als het goed is, als ze er tevreden over zijn, gewoon lezen. Het is een best wel persoonlijk verhaal. Ik dacht echt dat ik na No Fear niet meer zo'n persoonlijk verhaal kon schrijven. Maar dat is het toch weer wel geworden. Sorry mensen. En nou ja, ik vind het zelf wel echt heel mooi als ik dit verhaal zou kunnen delen. En als ik je, ja, daarmee jongeren ook weer een les kan leren over het leven en dat allemaal. Maar goed, ik ga eerst maar eens even het verhaal doornemen op microniveau. En nou ja, ik ben heel erg benieuwd wat dit uiteindelijk gaat worden. Nou, het is inmiddels etenstijd, 12:30. En ik heb nu 4 hoofdstukken van het verhaal van Rachel doorgenomen op microniveau. Daar had ik wel meer tijd voor nodig dan ik dacht. Ik had zelf eigenlijk wel gedacht dat ik... ik had als plan om 9 hoofdstukken per dag te doen. Of niet 9 hoofdstukken per dag, 9 hoofdstukken per week. Maar ik wilde dat dan eigenlijk gewoon alleen vandaag op dinsdag doen. Zodat ik op donderdag aan een ander project kan werken. Op zich heb ik deze week ook de zaterdag om te werken. Maar ik wil het eigenlijk gewoon af hebben. Dus ik heb zoiets van... Friends Forever heeft geen haast. Het heeft geen deadline of zo. Dus ik ga vanmiddag eerst nog even werken aan het verhaal van Rachel. Dan hoop ik nog 5 hoofdstukken te doen. En ik denk ook dat het een stukje inkomen is. Ik merk altijd dat als ik begin met herschrijven, dat ik dan, ja, een beetje te gefocust ben. Al kan je dat natuurlijk ook weer niet zeggen. Maar goed, ik denk dat het dus ook wel een kwestie van inkomen is. En dat het vanmiddag wellicht iets sneller gaat. Aan de andere kant ben ik gisteren ziek geweest. En heb ik ook zoiets van, ja, alles wat ik doe is mooi meegenomen. En ik ben hartstikke blij dat het goed gaat en dat ik het leuk vind. En ik geniet ook wel echt van dit verhaal. Dus dat gaat zeker goed komen. Ik ga vanmiddag er gewoon nog verder aan werken. En ben jij nou nieuwsgierig hoe het gaat aflopen met dit verhaal? Wanneer het een boek gaat worden, wat de titel gaat zijn en dergelijke. Abonneer je zeker even op mijn kanaal, want de kans is groot dat ik er in de toekomst meer over ga delen. Dus abonneer je zeker even. Vond je dit een leuke video? Geef hem een duimpje omhoog. Laat me weten in een reactie of je nieuwsgierig bent naar dit verhaal. En maak er vandaag een super mooie dag van.